Inheemsen moeten beter hun stem laten horen door zich assertiever op te stellen en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Dit zal leiden tot het beter positioneren van de groep in de samenleving. Zo klinkt het uitgangspunt van enkele inheemsen in verband met de Dag van de Inheemsen die jaarlijks op 9 augustus wordt gevierd. De activiteiten vonden dit jaar plaats op het Onafhankelijkheidsplein. Ondernemers Claudio en Claudia stellen collectief dat het belangrijk is om te werken aan de vooruitgang van de inheemsen. De onderlinge communicatie zal hierin een cruciale rol spelen. We moeten opkomen voor onze rechten. Snap je? Dat is veel belangrijker. Want wij inheemsen zijn veel achter. Snap je? Als je teruggaat in de geschiedenis, zijn wij de eerste bewoners. En ieder komt hier zich verrijken met onze rijkdom. Terwijl wij de rijkste zijn. Want ze durven niet te praten. Ze zijn hoog genoeg om mondje dichtklappen. Je gaat ze even achteraf misschien geld geven. Als vroeger, hè? Iets gewoon. Misschien een kraaltje of wat, noem maar op, als vroeger. En dan hoor je ze niet meer praten. Dus niemand durft, ook nu in deze tijd, durft niemand iets te zeggen. Je wordt van alle kanten dichtgesnoerd. Dus wat ik zou willen zeggen, inheemse, niet bang zijn om te praten. Kom op voor de inheemse vrouwen. We kunnen het. We kunnen het doen met onze natuur. We kunnen ervan leven. En Nederlands is nu, iedereen kan Nederlands praten. Als jij niet kan praten, dan wil jij niet praten als inheemse. Maar iedereen kan het praten. We moeten het leren, want ik kon ook geen Indiaans praten toen ik pas in de stad was komen wonen. Maar nu kan ik wel een beetje uit mijn woorden komen. Ja toch? Dus we moeten gewoon durven als inheemse. Dat missen we. Een vertegenwoordiger van de Wayuno is van mening dat de regering een grote rol speelt in het bevorderen van de positie van de inheemsen. Er zal volgens hem gekeken moeten worden naar mogelijkheden voor het onder andere bevorderen van onderwijsmogelijkheden voor het doen welslagen van het gestelde doel. De grondkwestie moet gedaan worden. De overheid moet ons de dorpen hun grondgebieden geven, tekenen eigenlijk. Het is van ons. Zij moeten dat kunnen bevestigen. En ten eerste, scholing, ontwikkeling moet ze krijgen. De overheid moet garant staan voor de ondersteuning en alles. Want daarvoor is de overheid. Want ik wil dit zeggen, de andere bevolkingsgroepen die hier zijn aangekomen, ze worden meer bevoordeeld dan de oorspronkelijke bewoners. Dus de regering moet geld vrijmaken voor onze Indiaanse inheemse organisatie, ook onze inheemse als van dit land. De dag werd voortgezet met verschillende culturele optredens.